Time to go. Time to pack my bags and leave. Now I know. Tweemaal per jaar organiseert de gemeente nieuwe inwoners in Gingelom. Dit impliceert dat we de nieuwe inwoners uitnodigen voor een ontbijtvergadering op het gemeentehuis, waarbij we ook een toelichting geven over het beleid, waarbij iedereen lid van het Schepencollege zijn beleid kan toelichten. En wij proberen we ook tegelijkertijd met de mensen dus beter te leren kennen. Wij reden hier vaak rond met de fiets, met de auto en we vonden dat eigenlijk hier een prachtige streek. Vandaar dat we eigenlijk ook hier komen zoeken zijn en uiteindelijk hier iets gevonden hebben en dus naar hier verhuisd zijn. En ik moet zeggen, we zijn eigenlijk heel blij dat we terug naar Limburg gekomen zijn, want dat Limburggevoel dat bestaat dus wel degelijk echt hier. Om 11 uur doen we dan een rondrit in Gingelom die ongeveer 1 uur in beslag neemt, waarbij we dan halt houden aan het buurthuis en aan de cafetaria van de Sporthal De Winning, waar we aan die mensen dan ook nog een broodjesmaaltijd aanbieden. In de verder heb je het gebouw, Wees Gegroet. Dat zijn twee van de 11 logie-uitbaters die we in Gingelom kennen. Ik woon sinds eind augustus samen met mijn vriendin in Montenaken. Ik ben zelf afkomstig van Sint-Truiden, dus ik ken de omgeving wel een beetje, ook omdat mijn grootmoeder in Vorsen woont. Maar voor mijn vriendin, die zelf van Leuvenstam afkomstig is, was dat heel interessant om de andere deelgemeente, die ze dan niet zo goed kent, ook eens te zien en daar eens door te passeren. Ook de info deze morgen vond ik wel boeiend. Er zijn wat meer algemene dingen, maar ook een aantal praktische zaken die je dan toch onthoudt en die dan toch wel nuttig zijn.